Vrijdagavond speelde NEC de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. Er was veel gesproken de afgelopen week en het antwoord kwam, want het werd 5-1. En na de wedstrijd spraken we met Jozef Kwida en trainer Jack de Gier. Jozef Kwida, 5-1 winst. Wat zijn hemelsnaam gebeurd in die korte tijd? Ja, geweldig. Wij hebben gezegd voor de wedstrijd dat wij moeten gewoon 3 punten pakken. En ja, dat wij hebben gedaan, de tweede helft was geweldig. En ja, volgens mij gewoon 3 punten zijn, blijven gewoon thuis. Om even bij het begin te beginnen. Jullie komen toch weer met 1-0 achter. Maar dit keer gaan de kopjes niet naar beneden. Er is veel gesproken de afgelopen week. Heeft dat hiermee te maken? Ja, klopt. 1-0 achter, dat is geen probleem. Volgens mij is het 20e minuut. Dus wij moeten gewoon doorgaan. Daarna scoren we 1-1 en tweede helft gewoon geweldig. Brahim 2 keer gescoord. Gruwelijk en nog 2 goals. Dat is wel belangrijk voor het team en gewoon voor de hele club. Dan even naar jezelf kijken. Je begon als centrale verdediger, hè, begin van het seizoen. Toen ging je naar Jong Tsjechië. Raakte je even je basisplaats kwijt. Nu lijkt je hem weer terug te hebben, maar dan als linksback. Ja, klopt. De trainer heeft mij gezegd dat ik ga gewoon linksback spelen. Ik heb vorig jaar gewoon bijna het hele seizoen linksback gespeeld bij Almere. Zo, ik heb geen probleem met linksback. Maakt niet uit. Als ik speel, dan is het wel belangrijk. Ja, je kent de Gier natuurlijk van vorig jaar. Wat heeft hij tegen je gezegd? Ja, hij heeft mij gezegd dat vorige seizoen ik heb gewoon vaak linksback gespeeld. Ik moet gewoon dit soort wedstrijden gewoon linksback spelen. Dat is wel geen probleem voor mij. Ja, daar heb ik nog één vraag over, want bijvoorbeeld vlak voor tijd, hè, je bent lang natuurlijk. Word jij vaak achterin gehouden en Bossaerts gaat mee naar voren. Ben je dan niet kopsterk of is je trap zo goed? Of? Nee, ik weet niet zelf. Iedereen denkt dat ik moet gewoon naar voren. En, trainer heeft geuze gemaakt dat Matthias gaat gewoon naar voren. Dat is het. Oké, en hoe nu verder met NEC? Volgende week Den Bosch. Ja, als de swing er helemaal in zit, dan hebben jullie gewoon een uitstekend team. Klopt, wij moeten gewoon doorgaan en vanaf maandag weer beginnen, gewoon knallen en gewoon veel plezier hebben. Oké, hartstikke bedankt voor je tijd. Succes hè, dankjewel. Jack, van harte gefeliciteerd. Met name de tweede helft, ja, kan je alleen maar trots zijn denk ik op je ploeg. Ja, en natuurlijk vanaf de goal van Okita dat we wel iets beter gevoel krijgen. We het juiste moment 1-1 maken en... Ja, we hebben het voor de wedstrijd over het antwoord op het veld gehad en dat was vandaag prima. Daar heb je het dan voor de wedstrijd over, hè? Dan kom je toch weer een beetje lullig op 1-0 achter daar vanaf die rechterkant. En dan staat hij ook Boydeel helemaal vrij bij de tweede paal. Wat denk je dan op zo'n moment? Ja, wat ik dan denk, dat kan ik beter niet zeggen voor de camera. Maar goed, dan gaat wel door je hoofd dat het een moeilijke wedstrijd kan worden weer. Hè? En kijk, we hebben dat tegen Jong AZ thuis ook gehad. Hè? Daar wil je die wedstrijd winnen en dan kom je op 0-1 achter. Ja, dan moet je ploeg moet veerkracht gaan tonen. Vandaag kwamen we voor de rust met een goed doelpunt van Okita op 1-1. En hebben de rust gezegd, ja, probeer te gaan voetballen. Er liggen ruimtes om te spelen. We vonden dat onze middenvelders niet te diep moesten gaan spelen om zodoende ruimte te krijgen op middenveld om te voetballen. En ook voor onze voorste drie wat meer ruimte te krijgen. Ja, en dan maak je denk ik op het juiste moment de 2-1, de 3-1 met 2 fantastische doelpunten van Darry natuurlijk. En ja, dan zie je de ploeg vertrouwen krijgen, dan zie je wat beter voetbal. En dan is het ook nog niet altijd om je vingers bij af te likken. Maar ja, dan zie je wel wat het met een ploeg kan doen en dan loop je naar 5-1. Ja, in ieder geval heel veel strijd en passie. En ik dacht eigenlijk na de 0-1 van goh, het zal toch niet weer. Ja, nee, maar dat gaat door je hoofd. Alleen ja, je moet die wedstrijd spelen en je moet eigenlijk die wedstrijd winnen. Hè? Want aan een gelijk spel thuis tegen Volendam, met alle respect, ja, daar kan je niet tevreden mee zijn. En dat moet dan wel gebeuren. En dat heb ik net tegen het team ook gezegd. Van, ja, dat is wel knap dat je dat onder zware omstandigheden toch voor elkaar krijgt. En zulke uitslagen, bepaalde spelers die doelpunten maken, ja, dat geeft vertrouwen en daar kunnen zulke jongens mee verder. En kijk, dat vind ik, los van het feit dat ik het iedereen gun, maar ja, dat soort spelers gewoon, ik vind het mooi dat zo uitpakt dan. Ja, en zo'n Leroy Labiel, die multifunctioneel is, van linksback, linksbuiten, nu als middenvelder. Wat voor type zie jij hem? Nee, kijk, we hebben Leroy in eerste instantie gehaald als linker vleugelverdediger. Omdat wij in het aanvallende spel wat we voor ogen hebben, ja, hem opkomend heel belangrijk vinden. En dat willen we eigenlijk bij allebei de backs. En dat doet hij ook altijd.
Op het moment dat je vindt dat de balans in het team wat minder is, dan weet je dat hij bij Zwolle heeft hij linksbuiten gespeeld. Hij heeft in diverse jeugdhelftallen als linksbuiten en linkshalf gespeeld. Dus hij kan eigenlijk al de drie die posities kan die invullen. En ja, hij zegt zelf dat hij de positie die hij vandaag invulde het beste kan. Ja. Maar Leroy is een jongen die laat jou nooit in de steek. Die laat het team nooit in de steek. Die geeft 100% en die speelt ze eigenlijk helemaal leeg. Dat gaat misschien niet altijd goed, maar is een speler die je nooit laat vallen. En daar kan een coach, daar kan een club of een team, die kunnen daarop bouwen. En zulke spelers moet je gewoon opstellen. Nog heel even naar het systeem. Je speelt nu dus met een linksbuiten eigenlijk die naar binnen trekt. En dan wil je een back eroverheen hebben, denk ik dan, met Kvira. Labiel heeft ook wel eens linksbuiten gestaan. Betekent dat nu een beetje afgevallen is? Nee, ja, kijk, weet je, als je naar vastigheid in je team gaat en iedereen weet dat ik voor ogen altijd heb om met Ashibar en met Braken op 9 en 10 te spelen. We zijn begonnen met Dardi aan de linkerkant en met toen Okita erbij kwam met Okita aan de rechterkant. Ja, weet je, dat heb ik nog altijd voor ogen. Als de organisatie die erachter staat goed is, ja, dan vind ik dat moet kunnen. In de opbouw wil je dan altijd variëren met, ja, als Joey van den Berg bijvoorbeeld speelt, dat die ook vaak naar de linkerkant uitzakt en dat we dan Leroy ook weer wat hoger op krijgen als die linksback speelt. Dat geldt voor Jozef ook. Maar dat zijn eigenlijk de aanvalspatronen die je dan, terug wil zien. Oké, nu naar Den Bosch, die nog hoog staan natuurlijk. Zaten rare uitslagen bij. Hoe kijk jij dan naar Top Os, die verliest met 4-0. Helmond Sport zijn eerste overwinning op Sparta. Hoe komt dat bij jou binnen? Nou ja, kijk, weet je, vorige week verloren van RKC zelf. En toen keek ik ook met een schuin oog naar de uitslagen. En toen dacht ik van ja, als we vandaag gewonnen hadden, dan hadden we op 7 punten gekomen van de koploper. En de keukenkampioen divisie dit seizoen. Heeft nou eenmaal rare uitslagen. Het zijn allemaal wedstrijden waarin je top moet zijn. Ik heb net tegen de spelers ook gezegd, ja, dit is een mooie stap, 5-1. Alleen, ja, dit betekent dat we de komende week ook weer vol gas moeten trainen op FC Den Bosch. Alleen als we dat op kunnen brengen, vol kunnen houden, ja, dan gaan wij veel punten pakken. En dan is het ook een competitie waar je nog absoluut een rol in kan spelen. Er kan er maar één kampioen worden, heb ik gezegd. Alleen je moet zorgen dat je groeit naar de juiste vorm, op het juiste moment. En ja, als je voor het kampioenschap kan spelen, kan je voor het kampioenschap spelen. En als je play-off moet spelen, dan moet je top zijn in de play-offs. En daar heb ik dan goede ervaring mee het laatste seizoen.